Welkom mensen, bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we voor jullie weer een nieuwe aflevering van Toverland Craft. Het is inmiddels weer dag, vorige keer was het in één keer nacht. Dus we zijn even iets eerder weer terug in de server gekomen, iets eerder op de dag. Vandaag hebben we weer twee attracties gepland staan en waarschijnlijk voorlopig de laatste twee. Namelijk de Phoenix en die andere ben ik alweer vergeten. Merlin's Quest. Die ja. Oh, dan weet ik al welke het is. Dat je door dat grotje heen gaat. Jazeker. Oh ja, dat is mijn favoriet. Oh, duur ijs hier. Coupeetje. Je kunt hier ook gewoon overal doorheen lopen. Dat is met drie bolletjes, jongen. Dat maak hopen. Hier het huksje om. Ja, en dan zijn we er al bekant. Kijk. Wil je het zelf in ieder geval ook spelen? IP staat in de beschrijving. server.toverlandcraft.com en .nl werkt volgens mij ook. Ik moet wel zeggen trouwens dat de bebossing hier er een stuk heftiger uitziet dan in het gewone park. Daar moet nog groeien. Ja, maar ja, anders heb je hier dat het gewoon letterlijk leeg is. Want als je hier doorheen kijkt, dan aan de linkse kant is een grotendeel gewoon plat. Vlak! Vlak! Juist. Hier links zien we het gevaarte al. Oeh! De Felix. Felix Kattenvoer. Deze achtbaan wordt mede mogelijk gemaakt door Felix Kattenvoer. Maar hier nou, dacht ik dat er juist wel weer... Of ze dat zwaard wel nagemaakt hebben. Oh ja, lol, die hebben ze ook nagemaakt. Krijg je daar ook een achievement van? Ja, 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 ja. Trek aan het zwaard. Hey. Lol. Oh, dat is wel leuk gedaan. Nou, ik kan hier over het bruggetje rennen. Misschien krijg je daar ook nog wel een achievement voor. Misschien nee, wel. Dat niet. Oeh, daar gaat hij. Hoi. Felix. Oh, en daar heb je ook die Adventure. Merlin's Quest. Vet het models wel. Ja, ook ben ik... volgens mij gaat de achtbaan ook heel smooth. Ik dacht dat we deze wel al een keer gedaan hadden. Toen ze hem al best vroeg hadden gemaakt. Alleen... Volgens mij hadden ze toen nog een deel van het begin nog niet gemaakt. Het restaurant ziet er ook vet uit. Iemand heeft hier precies 8 uur weer ingezeten. Waarom 8 uur? 8 uur? Hey! Hey! Oei, smoke. Oeh, hey, die kaarsjes ook, die zijn wel cool. Dan ben ik benieuwd. Jezus, ik zie hier helemaal niks. Dat is in ieder geval wel, dat is in het echt ook. De wachtrij klopt redelijk. Gewoon als het goed is, staat hier Marlijn dan? Nee, hij is op vakantie. Die glazen hier, waarom? Deze. Wat moet dat zo voorstellen, dit? Ja, schilderijen hangen daar normaal. Oh! Oké. Okay. Nou, dan gaan we erover rennen. Oei, hij staat er al. Oh. Rennen. Ja, jongen. Ik ben bezig. Zit er al in. Snel! Oh. Eindelijk zie ik die models. Vorige keer toen wij hierin waren, kon ik die models niet zien op de een of andere manier. Ik weet ook niet of dat toen dezelfde waren. Volgens mij wel. Echt een vet model wel. Ja. Wel gek dat ik je bij jou wel je hele lichaam zie. En bij mij is het alleen maar cupje. Ik zie zelf niks. Zit hier die draak al in? Nee. Nee. Een drakenkopje boven. Wel die smoker. Dat vind ik wel echt gaaf. Drakenkop moeten ze nog even maken. Holy shit. In één keer heel mijn beeld blauw. Ik zie jouw kopje ook niet bewegen. Nee, ja, bij mij zit je ook stil. Ik heb wel mooi, ja, ik moet wel zeggen, wel goed, goed nagemaakt, dit gebiedje. Ja, ook hoe ze dit gemaakt hebben met... Het lijkt net alsof het allemaal plat is. Wat? Die baan. Hey, daar gaan we. Hey. Mappen. Hij gaat wel echt smooth. Ja, hier door de muur heen. Hey! Oh nee, toch niet. Met een cupje raken. Ja, maar dit is wel echt gaaf. Dit is wel echt een aanrader voor ja, mensen die ook wel lachen vinden. Om mezelf te believen. Hey! We hebben zelf geen audio aanstaan. Foto. Dus... Hey! Hey! Oh ja, daar zouden ze nog wel toe kunnen voegen, zo'n flits. Ja,
Ja, of dat je gewoon überhaupt van die foto's. Dat vind ik altijd wel grappig bij die pretparken in Minecraft, dat je ook echt die foto's ziet. Ja. Ja. Maar die zijn al elke keer hetzelfde, maar dan... Fucking grappig wel, alleen die achtergrond aangepast. Ja, ja. Hey! Achievementje. 1 euro erbij. Hoeveel heb jij al? 21 euro. 23,32. Ja, je moet nog even doorsparen voor die... Houdoe. Hij mee eruit. Waar wou je ook weer voor sparen? Dat Troy schild toch? Ja, dat Troy schild wil ik hebben. Maar die was 40 of zoiets? 35? Ja, volgens mij was die 40 euro. En hier heb je die leuke shirtjes, of niet? Oh, dit is iets anders hoe dit eruit ziet. Wat hebben ze hier? Oh, hier heb je dat zwaard kun je hier kopen. Wat daar voorin zit. En een Phoenixhoed. 130 euro. Houdoe. Ik kan niemand mee kapot slaan. Oké, wacht. Dan lopen we er even links omheen. Huh? Je kan hier ook zo'n kroontje, maar die stond niet in de shop. Shopke! Hé, hier kwam je Dylan tegen. Mooi man. Ben ik benieuwd of dat ze ook models in dat restaurant hebben nagemaakt. Dat ziet er normaal ook wel lijp uit van binnen. Jij hebt ook nog wel een achievement. Hey, achievement J! Nee. Eet smakelijk. Ik ben hier boven. Lol. Ik weet echt niet meer hoe dit eruit zag in het echt. Toiletten City. Jongen, we gaan gewoon naar die boots, man, want die boots duren lang zat. Kwartier duren die in het echte leven. Ja, hier ook denk ik. Hier heb je nog een kiprestaurant. Kippie! Ja, hij is dicht. Geen kip. Geen kip niet. Zijn de kippen wel blij mee dat hij nou dicht is? Plofkip. Maar hier kun je ook gewoon in die boot springen. Dat was ik toen de uitvinder van. Waarvan? Van de plofkip? Ja. Heel lang geleden had je dat toen een keer gezegd, dat weet ik nog. Plofkip. Dat is echt lang geleden. Hier heeft iemand 22 uur in gezeten. Lekker, man. Heftig. Maar, ik ben benieuwd of je dan... of je er automatisch uitgeknikkerd wordt. Anders kun je gewoon natuurlijk gewoon je computer aan laten staan. Nee, je wordt er niet automatisch... Kak. Komt er al aan, de volgende. Het lijkt wel naar een paardje aan de voorkant. Wat moet je voorstellen eigenlijk? Een kiep. Een grote kiep. Hey, ik zit erin. Hey! Kunnen we een beetje rondbliegen? Ja, dat deden we toen. Wat zijn dit allemaal voor dingen hier? Wat? Meppe. 1,5 meter afstand, dat zie ik wel. Croissantjes zijn daar die erin liggen. Kozantje zit hij. Hij gaat nog vrij snel, ik had hem langzaam verwacht. Nee, ik vind hem wel fijn. Ja, hij gaat nog best wel prima. Hier zaten we toen. Ja. Hier zat jij af te koelen, vooral van Phoenix. Misselijk dat hij was. Ja. Hey, Janke! Wij waren toen 5 keer ingegaan of zo die dag. Ja, ja na de derde keer voelde ik hem wel. Ja. Ja, maar dan heb ik de laatste tijd steeds sneller. Ook al is het alweer meer dan een jaar geleden dat ik naar een pretpark geweest ben, volgens mij. Ik ben ook nog steeds niet naar Fantasieland geweest. Dat is echt het vetste park hier in de regio. Nooit gezien. Echt vet. Ja, maar daar is het ook halve tijd dingen met... waar ook hoe maag mee omdraait. Ja, het is wel heftig. Dat wel. Maar ja, dat moet ook. Nou, we gaan al bijna naar binnen. Ik ben echt benieuwd wat ze daar binnen laten zien. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wel mooi gemaakt. Oh ja, als je verder omhoog kijkt, dan gaat het dakje ook weg. Oh, dat heb ik niet. Ik kan er helemaal onderdoor kijken. Rutty, Phoenix. Oh ja, nee, stukje. De Phoenix. Felix Kattenbrok. Oi, oi, oi. Nou, we gaan naar het spannende
verhaal. Hier rechts zou eigenlijk een ventje moeten. Het is hier god nog niet donker. Ja, het is pikzwart. Hier rechts zou normaal een pupje moeten staan. Hier heb je dat dingen met al die boeken, die zwevende boeken. Hebben ze hier gewoon boekenkasten geplaatst. Lol. En dan staat links eigenlijk normaal mijn lijn. Het is een beetje een rommeltje. Dat zegt hij dan, of wat? Nee, dat vind ik hier. Hey. Hier aan de linkerkant dadelijk zou dan die grote boom moeten zitten. Die dan naar je zit te kijken. ik zie ook helemaal niet waar dat we zijn, man. Kijk je nou? Nee, het is een beetje te donker. Maar zie je echt niks? Brightness omhoog knallen. Ja, ik zie niet veel. Heb je zeker een Moody? Weet ik niet, wacht. Video Moody. Settings. Waar staat ook alweer? Oh ja, hij staat op Moody bij mij. Zo, ik zie veel! Brightness Moody. Brightness Brian! Moody Yuri. Echt wezen. Ja, dan kan überhaupt wel wat meer zien. Wauw! Ja, dan varen we nou weer terug naar het huisje. Huisje! Huisje! Ja, want hier links van waren ze die akkers nog aan het onderhandelen om te kopen, toch? Of, Nee, eigenlijk is alle gebied eromheen is wel al in... Hé, daar is hij! Rechts van jou! Hondje Samson! Moosertje! Het verkeerde park. Oh. Mooi man. Maar die ze hadden eigenlijk al al, al gekocht. Dat is mooi. Ja. En de geruchten gaan dat ze in de week dat wij het aan het opnemen zijn, dat ze uitbreidingsplannen zouden gaan aankondigen. Jo, ja. Daar hebben ze nou toch tijd zat voor, omdat er nou toch niemand komt. Ja, maar ja, er is ook helemaal niks. Geen inkomsten. Geen geld. Geen geld. Ja, dan niet. Ja, investeren. En de Efteling maar... oei. Ik kwam er net overheen blij. De Efteling maar huilie huilie doen. Oh. Jankballen. Nou, daar zijn we weer. Je knallen die boot al tegen elkaar. Gaan halve nek hernia voordat ik uitstap. Hoezo tegen elkaar? Je moet dat tegen het huisje. Nee, tegen elkaar. Hier staan al die boten dan te wachten. En dan hier, daar is de hondje weg. Zo! Zit al op 26. Daar zit hij. 26 euro zit ik al. Ik heb 24. Ja, mooi dit. Had je even moeten vragen aan hondje Samson dat hij gewoon de versnelling erin had gegooid. Ja. Dat hij gewoon even, een versnelling. Dat hij gewoon even normaal doet. Ja, mooi. Dat was hem dan in ieder geval weer voor vandaag, mensen. Ja, voorlopig is dit de laatste video op Toverland Craft. Mocht het zijn dat ze nog wat nieuwe dingen hebben, iets met Halloween of... Ja, sowieso die hal, hè. Die eerste hal was er niet af. Oh ja, die eerste hal. En hier de dwervelwind was nog niet open. Dus daar kunnen we nog een keer terugkomen als dat open is. Ja. Ja, dan zien we jullie in ieder geval de volgende keer weer. Vergeet niet te abonneren. En die duimpje omhoog te doen als je het nog niet gedaan hebt. En dan zien we de volgende keer weer. Later. Later, hè.